Welkom bij het kanaal van de Game Contenters. Vandaag gaan we een potje FIFA 22 spelen. Ik nodig je uit om tot het einde te bekijken hoe wij een potje FIFA 22 spelen. Wellicht kun je er iets uit halen voor je eigen gameplay, of voor op het veld, of voor FIFA 23. Ik zal vandaag starten met FC Twente tegen FC Utrecht. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren en laat ook een like achter voor deze video. Het zonnetje schijnt, de temperatuur is aangenaam en de grasmat ligt er perfect bij. Voor de mooie voetbalmiddag die hier over enkele minuten van start gaat. Beste kijkers thuis, ik heet u officieel van harte wel. Sierte Vos is de naam en samen met Jeroen Gruter doe ik het commentaar vandaag. En zo dadelijk zal de bal aan het rollen worden gebracht. Een duel dat je niet wilt missen, hè Jeroen? Nou, zie het, het was wel even schrikken, hè? Toen we hoorden dat we op deze dag gewoon moesten werken. Adem Maher. Met een tackle pakt hij de bal af. En dat had hij goed gezien. Ja, een gevaarlijke steekbal. Wat gaat hij nu doen? En met de bal aan de voet de uitbraak. Die is voor de doelman. Hij schiet de bal ruim naast het doel. Joris van Overeem. Mimoun Mahi. Daar gaat hij langs de tegenstander. En die aanval duurt niet lang. Dat heeft hij uitstekend gezien. Achter de linie is gestoken. En die bal wordt weggewerkt. Gevaar geweken. Ze profiteren van deze pass. Ze komen weer in balbezit. Zou wel eens wat kunnen worden. Oeh, zonde van die kans. Zou er kunnen voorkomen hier. Ja, dit soort kansen, die moet je gewoon verzilveren. Hoe kun je zo'n mogelijkheid nou laten liggen, zeg? Joris van Overeem. Mark van der Marel. Ja, zo'n bal is natuurlijk makkelijk te onderscheppen. De grensrechter stond op één lijn. Oordeelt dat het buitenspel is. Joris van Overeem. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Steek die bal maar door. Halfslachtige poging om de bal weg te werken. Goede verdedigende actie. Bal heroverd op de eigen helft. Adem Maher. En de bal niet meer aan de voeten. Zou wel eens iets kunnen worden. Daar is de voorzet bij de tweede paal. Nou, wat een mooie redding zeg. Fantastisch gedaan. Oh, er wordt nu buitenspel gegeven. Dus het was niet echt nodig. Maar toch lekker voor zijn keeper, denk ik. Ja, buitenspel. Maar het scheelde wel heel weinig hoor. En het was ook nog eens een keer een ideale positie om te scoren. Adem Maher. Bart Ramselaar. Raakt onderweg een speler en gaat uit. Tijd, ruimte genoeg voor een voorzet vanaf de zijkant. Ach, wat een slechte inzet is dit zeg. Het was een enorme kans. Van zo dichtbij had ik wel een doelpunt verwacht. Ja, dit is echt een kans weggegooid. Nu snel eruit komen.
Ze hebben die verdedigers achterin nodig. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Michel Vlap. Kat van dichtbij. Ze scoren. Het eerste doelpunt van dit duel. De verdediger totaal het bos ingestuurd. Ja, die actie was gewoon perfect uitgevoerd. En die uitstekende voorzet wordt uiteindelijk knap afgemaakt. Goed teamwork, mooie goal. De score is geopend. Het is 1-0. En start die brommer maar. Pof op de slof. Gered door de keeper. Bal blijft in het spel. Goed gedaan van die doelman. Nee, die poging leidt helaas niet tot een doelpunt. Spel hervatten en gewoon de aanval blijven zoeken. Joris van Overeem. Girano Kerk. Een aanval van FC Utrecht. Nee, die aanval strandt nu al. Bal bij de tegenstander. Ze kunnen snel uitbreken nu. Die counter zag er gevaarlijk uit. Maar strand dus. Bart Ramselaar. En dan een voorzet vanaf de vleugel. Deze tackle loopt goed af. Er wordt 1 minuut blessuretijd bijgetrokken. Die voorzet is te kort. Matige bal. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. Hierbij gaan we de rust in. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. En tijdens het abonneren vergeet niet op het belletje te klikken. Zo ben je up-to-date met de nieuwste video's. We gaan gauw door naar de tweede helft. Ik zou zeggen, kijk gerust mee tot het einde. De Utrechters trappen af voor het begin van het tweede bedrijf. Listige steekbal. Bal opgevangen en meteen weer weg. Zo, schot op de paal, bal terug in het veld. Een doelmanloos doel. Haha, lekker dan, doelpunt. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe sneller wordt omgeschakeld. Je kunt toch zien dat ze kwetsbaar zijn bij een counter. Ja. Ja, absoluut. En hij maakt daar dan ook optimaal gebruik van. Schitterende uitbraak en heel kundig afgerond. Die zit voor FC Twente. En nummer 10, Virgil Nisijan. En ze komen weer aan de bal. De speler brengt de bal dichter naar het doel van de tegenstander. Schiet! Goeiedag, mooi doelpunt. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Wat een mooie actie zeg voor die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. We gaan weer aftrappen. Het is wel een heel eenzijdige wedstrijd. Hij zit er sterk tussen en heeft de bal. Met die
tackle komen ze weer aan de bal op de helft van de tegenstander. Redding, spel gaat verder. En dan pakt hij deze ook. Een stuk makkelijker dan die eerste redding. Nou, daar zat hij goed bij zich. En daarna blijft hij goed geconcentreerd. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Voorzet gaat naar het midden. Ja, die is goed raak zeg. Een prachtige counter. Dus ze maken het geweldig af. Dit is gewoon niet te verdedigen. Dit is nog eens omschakelen. Hè? Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. En vervolgens maakt hij het knap af. Knikt de bal met voldoende kracht langs de doelman. Die krijgt er geen vinger meer achter. We gaan verder met een afgetekende score. 4 tegen 0. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Die bal weet hij goed onderscheppen, goed opgesteld. Voor het voertuig met kenteken PS 88 VE. De lichten branden nog. Beter om ze te over. Joris van Overing. Zoekt nog steeds naar een ruimte. En hier laat de doelman zijn waarde zien. Formidabel. Er komt een wisselspeler in het veld. In het midden van de 16. Een matige hoekschop eindigt in de handen van de doelman. Michel Vlap. Zou wel eens wat kunnen worden. Legt hem neer in de 16. Twee woorden. Uitstekend keeperswerk. Ja, van zo'n korte afstand moet je over snelle reflexen beschikken. Corner voor het doel gebracht. Hij werkt de bal weg. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. De tegenpartij mag ingooien na die ingreep. Hier wordt om de bal gestreden. Direct druk zetten, dat werkt hier. Ketst af en gaat over de zijlijn. Inworp. Het is tijd voor een wissel. Nummer 22, Sander van der Streek. En de vervanger is nummer 10. Jan Movelade, die speler weet hoe je de bal af moet pakken. Bart Ramselaar. Maher. Een sterke verdedigende actie. Waarmee hij de bal op de eigen speel heeft veroverd. Veel ruimte op de flank. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Zo, schot op de paal. Bal terug in het veld. Van de bal afgezet. En nu snel schakelen voor de counter. Koekoek. Wat een heerlijk doelpunt. Mag ik het nog een keer zeggen? Koekoek. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. Je kunt toch zien dat ze kwetsbaar zijn bij een counter. Ja, ja, absoluut. En hij maakt daar dan ook optimaal gebruik van. Schitterende uitbraak en heel kundig afgerond. De aftrap. En het staat inmiddels alweer 5-0. 8 minuten voordat de reguliere speeltijd verstreken is. Niet meer in balbezit na die ingreep. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Scheidsrechter, wat ga je doen? Ik zou het wel weten hoor. Ik zou hem hiervoor geel geven. Oh, harde overtreding zeg.
En de scheidsrechter geeft geel. En die bal wordt weggewerkt. Gevaar geweken. En nu wordt het oppassen. Kans voor Utrecht. Redding van de keeper. De wisselspeler komt het veld in. De bal komt voor het doel. Mooi. De verdediging heeft hier grote moeite mee. Nee, die gaat er dus niet in. En dat is te danken aan de keeper. Ja, en dan te bedenken dat het van heel dichtbij was. En zij zullen denken, het is de wijte aan de keeper. Zorg dan dat die bal ook echt weg is. Drie minuten blessuretijd. Adam Maher. Bart Ramselaar. En een eenvoudig blok. Hiermee moet je uitkijken. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. De scheidsrechter vindt het genoeg geweest. Hierbij winnen we de wedstrijd. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video of voor een van onze andere video's. Voor nu bedank ik je voor het kijken en tot de volgende gameplay.